Jullie mogen straks een deel invullen, samen met mij natuurlijk, omdat we gaan kijken van welke dingen heb je gezien, wat voor trends zitten daarbij die misschien belangrijk zijn voor Flevoland of voor je eigen business en uiteindelijk welke kansen zie je daarin. En dat gaan we de komende drie kwartier tot een uurtje doen. En dan moeten we klaar zijn en gaan mogen even bij de bar aanschuiven hiernaast. Wat zeg je? Wat denk je nu weer? Oké, dan maken we wel een kleine knipje in het midden. Als je dat aanmaakt, dan merken we het wel. De opzet van deze bijeenkomst is even om je te laten zien. Hoe kan je nou zelf zo'n visie ontwikkelen? Dat je mij niet meer nodig hebt volgend jaar. Nou, om te beginnen ben je natuurlijk zelf de echte deskundige. En je weet zelf enorm hoe goede bedrijven in elkaar zitten, welke technologie je nodig hebt en hoe je daarmee om kunt gaan. Ik kan je alleen maar een beetje input geven. Zoals je zelf ook input zoekt natuurlijk door de natuurstudie te doen, zal ik maar zeggen. Dit is nou ongeveer een advertentie uit Donald Duck ook. Hè? Dus dan zie je ook dat zij de niet-traditionele kanalen zoeken om communicatie voor het CDA als dit te voeren. Ik doe dat zelf anders, ik doe niet zoveel literatuuronderzoek, wel een beetje natuurlijk, maar ik laat eigenlijk anderen dat doen. We hebben zo'n radioprogramma op internet en dan werk ik wat problemen op, wat vragen. En dan komen er een heleboel mensen die allemaal e-mail gaan sturen en zeggen, heb je dit gezien, heb je dat gezien op internet? Dus zo'n soort constructie kan ik je zeker aanbevelen op internet. En in feite doen we dat vandaag ook een beetje natuurlijk, omdat we echt als zo'n zwerm bijen over die burgervloer uitgewaaierd zijn. En ik hoop dat jullie allemaal je eigen stukje opgepikt hebben, dat het ook leuk, een beetje leuk is te delen met elkaar. Maar ik trek het expres een beetje hoger dan die zeewinden. Vooral als je er voor de eerste keer bent, dat is ongeveer de helft van de groep, zag ik. En dan is dat best wel een beetje overwhelming. Ik denk, maar wat pik ik daar nou uit? En ik zie heel veel van hetzelfde. Wat moet ik daar nou precies mee? Dus probeer het een beetje in een breder perspectief te plaatsen. Nou, zijn we klaar voor die toekomst? Ja, wel, de toekomst is natuurlijk de grootste vraag. Deze man in ieder geval niet, dat is duidelijk. De toekomst waarin duurzaamheid en energievoorziening erg belangrijk is. Nou, daar heb je wel wat dingen van teruggezien op CeBIT. Al moest je wel goed kijken, vind ik, voor duurzaamheid en zo. Maar met name grote bedrijven beginnen dat serieus te nemen. En nu met Europese afspraken en dergelijke zal het vast en zeker wat duidelijker worden. De decentrale energievoorziening hangt natuurlijk in de lucht. De waterstof-economie kan er zomaar ineens aankomen. De zorgsector die aan het veranderen is. Ontwikkelingen, dat ze ineens terug water kunnen halen. Nou, dat kon in feite al langer natuurlijk, maar nu hebben ze daar goede processen voor gemaakt. En ondertussen komt die vergrijzing in Nederland op ons af. Het hoeft helemaal niet negatief te zijn, het wordt door heel veel mensen als negatief ervaren. Maar weer hele andere kansen, dus dan moet je maar zien hoe je daarmee omgaat. En deze mensen, die hebben die elektriciteitsmeter met dat muntje nog meegemaakt. En die zitten nu ineens in een soort digitaal tijdperk, waarbij ze de bankpasjes en de calculatortjes moeten gebruiken en noem het allemaal. Ik kan je voorstellen dat ze daar niet altijd bij uitkomen. Aan de andere kant zit wel een hele aparte doelgroep natuurlijk. Die gewoon wel de tijd hebben en over het algemeen niet allemaal. Er is ook wel een nodige armoede in die leeftijdsgroepen. Maar die mensen hebben geld om een computer te kopen over het algemeen. Dus ze hebben communicatie in het verzorgingshuis waar ze zitten. En ze hebben vooral heel veel tijd. Dus als ze vroeger eindeloos de krant bleven lezen, zijn ze nu dan nog bezig met de computer bijvoorbeeld. En dan linksboven. Nou, dat lijkt eigenlijk weer een beetje op de draadhandgroep van vroeger. Als je die... Dat is dus hier gewoon verhaal een kastje met één knop eraan eigenlijk. Het is een hele moderne internetradio, webradio, waarmee ze dus onder andere de kerkdienst kunnen ontvangen, maar ook gewoon een radiozender en een soort narrowcasting programma's kunnen ontvangen. En dat soort telefoons gebruiken ze waarschijnlijk, want die krijgen ze dan van de kinderen, dat is makkelijk, dat je gewoon 5 nummers bellen en verder niet te ingewikkeld doen. En dan zie je dit soort dingen en jullie zijn dus eigenlijk de komende uur een beetje zelf trendwatcher aan het worden. Dus kijk op die manier ook naar. En dan zie je dus dat dit soort verbanden gelegd worden. Die ga je niet zelf leggen, maar je gaat alleen kijken wat zeggen anderen en hoe kan je dat plaatsen. En wat betekent dat uiteindelijk voor je eigen business. Als dit waar is, dan gaat het helemaal niet om. Maar dit wordt gezegd, dus dit beeld wordt blijkbaar door de media uitgedaagd. En daar zou je dus mee om moeten gaan. Nou, naast die vergrijzing heb je ook een soort ontgroening. En in verhouding komen er minder jongeren. Maar de jongeren die er zijn, en dat geldt trouwens ook voor de senioren, zijn langer consument. Dus zij worden ook vroeger consument. Nou, dit is wat extreem natuurlijk, zoals je dat hier ziet. Maar als je zelf kinderen hebt, dan weet je ook of je de tv-reclame bijvoorbeeld hoe hard dat kan gaan. En hoe groot de invloed kan zijn als je dat toelaat van kinderen op de ouders en op het bestedingsbedrag. Nou, kinderen hebben natuurlijk ook allemaal zo'n mooi telefoontje. Nog gekker, de huisdieren krijgen binnenkort, halverwege dit jaar kan dan. Je krijgt een eigen telefoon, met GPS erin, kan je opbellen. Hoe zit je?
dingen om je heen, nu zijn het je kinderen en je huisdieren, die beginnen geld uit te geven, zou ik maar zeggen, vanuit je huis, vanuit je leefomgeving. En je zal zien dat het steeds meer apparaten ook hebben binnen bepaalde marges die je van tevoren kan instellen. Ja, deals gaan maken met de buitenwereld en transacties kunnen gaan doen. En dat is op zich, het ligt aan welke kant je zit, maar als je in een bedrijf leeft zit, dan kunnen we altijd hele leuke kansen bieden natuurlijk. Tegelijkertijd zie je ook een beetje die open source gedachte. Dit is een Jumbie. Dat is een groep ontwikkelaars die hebben gezegd, nou, we maken een stukje elektronica, we weten ook niet zo goed wat we ermee moeten, maar we maken het, want we voelen dat er behoefte aan is. Het is een soort moderne, ja, topradio, zeg maar, een multimedia ontvanger. Hij is ook in een soort leeromgeving gebouwd en hij is ook als teddybeer verkrijgbaar bijvoorbeeld, gewoon om mensen te stimuleren om hele andere toepassingen voor te maken. Plus dat ze uiteindelijk zeggen over die software die daarop moet komen, dat moeten mensen helemaal zelf bedenken. Nou, dat is natuurlijk wel een ideale gedachte die uiteindelijk in steeds meer gebieden terug zal zien. Om straks op die open zorg nog eventjes terug te doen. En dan zie je dit, broodnozen met een internetaansluiting. Kan je heel snel automatisch het weerbericht laten opvragen. Een beetje machine naar machine communicatie. En dan zet je dus afhankelijk van het weer van morgen een zonnetje op een hoopje op. Als je een beetje hebt van de componenten van elektronica iets weet, stelt je technisch helemaal niks voor, maar het gaat om de toepassing dat studenten dit maken. En dat het blijkbaar in de lucht hangt, dat die broodroos snel op de markt komt, dat maakt helemaal niet uit. Maar het gaat erom dat dit soort verbanden gelegd worden, dat mensen dat gaan zien. En dat dus ook businessmodellen voor Piet Paulusma gaan veranderen. En dit is maar een klein voorbeeld, maar je ziet natuurlijk in alle sectoren dat er verschuivingen zijn. En dat voor heel veel bedrijven ja, hun toegevoegde waarde als het ware een beetje aan het verdampen is. Terwijl ze heel hard aan het werk zijn en hele goede kwaliteit leveren. En dat er toch hele rare dingen in zo'n keten aan het gebeuren zijn. Dat ze echt moeten opletten dat ze voldoende toegevoegde waarde blijven houden. Of zich moeten verdikken ten opzichte van hun toeleveranciers of hun afnemers of op een andere manier naar een andere sector vervolgens te gaan. Nou, dan heb je ook nog het zogenaamde Web 2.0, wat helemaal overhyped wordt natuurlijk, maar het is er wel. De sociale kant van het internet, zal ik maar zeggen, waarbij bijvoorbeeld kopers aan elkaar knopen of in zo'n social network een voorbeeld ziet staan, Hives, LinkedIn. Dus heb je een aantal van die netwerken waarbij mensen soms ja, professioneel kennis en profielen met elkaar uitwisselen. En soms zijn het al een dating sites. Wie van jullie is wel Second Life geweest? Voor mijn idee. Dat is ook zoiets wat vreselijk gebuzzed wordt nu. Maar nou, dat is ruim en neer. Dus inmiddels ook een website heet gewoon First Life. Om mensen erop te wijzen dat je ook nog een gewoon normaal leven hebt en je niet gek om dat te maken voor dit soort dingen. Je ook maar eens gaan kijken hoe die eruit ziet. Maar je ziet een hele soort ja, nieuw economietje ontstaan. Maar feit is wel dat in dit soort werelden, heel veel mensen komen er langs. En ik geloof dat maar 4-5% regelmatig terug blijft komen. En de rest heeft het na 1 of 2 keer wel weer gezien. En daar kan ik me op zich wel iets bij voorstellen, eerlijk gezegd. Ja, ik moet wel echt een liefhebber daarvan zijn. Maar er zijn ook weer heel veel MKB-ondernemers met name. Die daar toch wel een leuke business in zetten. Om bijvoorbeeld huizen te designen of kleding of auto's. Nou, ik kan zo gek niet bedenken. Ik deed pas een verhaal voor de Vaco, de autobandenbranche. En die hadden ook zoiets van, nou, misschien moeten wij wel die autobanden voor die auto's in die virtuele wereld, die dus helemaal niet slijten en zo, maar goed, dat zij daar die autobanden gaan verkopen, gewoon om te kijken hoe dat werkt en wat ermee gebeurt. Nou, ondertussen zie je dat heel veel bedrijven daar geld in stoppen, ABN AMRO, Endemol, Talpa, iedereen die heeft het idee dat ze daarbij moeten zijn. Ik denk dat het zwaar overdreven is. En je had hiervoor al andere werelden, zoals Active Worlds bijvoorbeeld, die bestaan al jaren. En die zijn technisch iets minder, kwam omdat ze eerder begonnen zijn ook. Maar er zijn eigenlijk veel meer mensen op bezig dan in deze Second Life omgeving. Maar goed, het is wel iets minder aan te houden. En je ziet dat als mensen publiciteit kunnen krijgen, Kamerleden tijdens de verkiezingen, dan gaan ze graag flyeren daar op de virtuele dam in Amsterdam. Ondertussen wordt China de grootste consument. Dat is eigenlijk wel zover. En dat heeft nogal wat verschuivingen met grondstoffen en allerlei ja, soort van economische oorlogen die inmiddels gevoerd worden om te zorgen dat de grondstoffen veilig gesteld worden. En dit is even een voorbeeldje om te laten zien hoe je als trendwatcher, ISP, naar je omgeving gaat kijken. Dit is een auto die rijdt lucht, geperste lucht. En die wordt nu gewoon gemaakt. En het aardige is de uitvinder zelf, dat het principe daarvan, dat is eigenlijk hartstikke oud. Dat werd in kolenmijnen al gebruikt, als ik vervent in die mijnschachten. Als jij met een zoomlocomotiefje ging rijden. Dus die rijdt ook geperste lucht. En het verschil, kun je je voorstellen, is natuurlijk die elektronica sturing voor die nieuwe auto. Die op lucht rijdt, dat het allemaal veel nauwkeuriger is en hoger. Dus wat er in feite gebeurt, en dat moet je voortaan doen, alleen maar kijken naar de dingen die niet veranderen. En dat de verschijningsvorm anders is van die auto bijvoorbeeld, ja, dat zal best, maar het principe blijft hetzelfde. En als je naar
heel veel trends en ontwikkelingen kijkt, dan zie je dat hoe zaken heel makkelijk te herkennen zijn. En dan wordt het ook heel makkelijk om te zien als er iets echt nieuws aan de gang is. Dit is een beetje het idee, want het is een boek. Nou, een boek is iets van kennisdeling. Als je vandaag over de code wilt, dan zijn we het heel snel met elkaar eens. Ik heb een setje van 10 trends, dat zal ik meteen voor jullie geven. En een ervan is bijvoorbeeld, we leven in een interactieve samenleving. Weet je, nou, ik weet niet precies wat hij bedoelt, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. En misschien is het wel lastig te leren wat je tegenwoordig online moet aanleveren, of interactie met je videorecorder of wat dan ook. Maar dat terugvertalen is natuurlijk belangrijker. Van wat betekent het dan als we in een interactieve samenleving zouden leven? Wat betekent het voor jouw business? Of wat betekent het voor jouw business over 10 jaar bijvoorbeeld? Nou, dan zoek je dus niet in het geval van zo'n boek naar een elektronisch boek. Want dat zit veel te dicht bij de oorspronkelijke vorm van zo'n boek. Dus dat is misschien een soort efficiëntieverbetering, maar geen echte doorbraak. Maar dan kijk je bijvoorbeeld naar elektronische inkt, nieuwe technologie die er nu bijgekomen is. Dat je denkt, nou, als dat er nou is en je hebt dat flexibele papier, nou, misschien dat daar nieuwe toepassingen achter zitten. Of nog verder, dat je zegt, nou, het hoeft helemaal geen boek te zijn natuurlijk die kennis hebt. Het mag ook een soap, een film, een musical of een besproken boek zijn, zoals je hier ziet. En dat zoek je natuurlijk eigenlijk. Op die manier kom je echt tot nieuwe producten. En het aardige is dat je dus iedere keer van de bestaande zaak uitgaat. Wat je heel mooi op de shape hier ziet, is dat eigenlijk de afnemers, de consumenten, nou dat zijn we zelf ook voor een deel van de dag, bedrijfsleven, dat zijn we dan ook. Wetenschap zitten er de meeste van ons iets minder in, maar je ziet wel dat het een beetje van die aparte werelden zijn die af en toe flink met elkaar clashen. Gelukkig zijn er een paar mensen uit zichzelf, dat net al bij de Edo. Maar ja, dan kom je in Future Park, in die hal 9. En dan lopen daar toch wel redelijk wereldvreemde wetenschappers soms rond. En die hebben echt zoiets van, ja, hè, kijk eens wat geweldig wij dat gemaakt hebben. En dan vraag je heel praktisch, nou, wat kan je daar dan mee? Hoe ga je dat dan toepassen? En dan hebben ze geen idee wat je er werkelijk mee moet doen. En dat is ook het bedrijfsleven die dat oppakt. Maar dat zijn wel hele aparte dingen. Nou, je ziet deze 2 dagen ook enorm veel op die zeven. Vervolgens kan je nog links en rechts over, zo jezelf het uitkomt kiezen wat je wilt doen. Maar we gaan een beetje verder inzoomen wat er dan precies te zien is. En, ik heb even als voorbeeldje je mobiele telefoon gepakt. Daar linkboven en die mevrouw, dat zijn natuurlijk hele oude types, snap je. En dan zie je daar rechtsonder, dat is de motofoon van Motorola. Die heeft al zo'n elektronisch inktschermpje erin zitten. Het belangrijkste is dus dat het goed te lezen is met zonlicht bijvoorbeeld. Dat is een van de belangrijke problemen nu met radioapparatuur. Dus de energievoorziening en de leefbaarheid van de schermen. Communicatie is ook allemaal niet zo'n probleem. En rechtsboven zie je een soort YMAX-enabled PDA-apparaatje. Dat is in Nederland op 3,5 GHz onder andere gaan introduceren. Dat ging ze in Amsterdam ook. Dus dan zie je een beetje waar het naartoe gaat. Maar functioneel is er dus weer helemaal niet zoveel veranderd aan die mobiele telefoon al die jaren. Het enige wat echt veranderd is, is textmessaging wat erbij gekomen is. En waarom is dat belangrijk? Omdat het tot een soort gedragsverandering heeft geleid. Dat mensen elkaar niet gaan bellen, maar gewoon een berichtje, soms heel laf of soms heel praktisch, gaan sturen. Om even te laten zien hoe lang het allemaal kan duren, dit is een berichtje uit 1909, uit de Wereldchroniek. En dan staat er in de toekomst is te voorzien dat men de zogenaamde ontvanger zou kunnen meenemen in zijn overjas. Terwijl men op straat loopt, door het overgaan van een schelletje opgebeld zou kunnen worden. Iedereen zal dan waar hij zich over bevindt telefonisch te bereiken zijn onder zijn eigen nummer. Nou, we zijn echt bijna een eeuw verder. En nu gebruiken we het volgende. Maar ze zagen het natuurlijk wel aankomen. Maar we zien dat het technisch en daarna ook economisch, want het was veel te duur en praktisch was het ook nog niet met de buizen vroeger. En dan zie je dus dat de diensten aan de ABB pakken dat dan als allereerst op. Nou, zo direct. Ik laat zo meteen eerst nog een aantal dingen van de CBIT zien hoor. Maar straks gaan we kijken naar welke ontwikkelingen zien jullie nou echt waarvan je zegt, nou, dat zou best interessant kunnen zijn voor ons in Flevoland. En dan maken we 2 slagen en dan krijg je maar 2 keer 5 minuten voor. Dat is weinig, maar je zal zien dat het genoeg is. Eerst van welke trends zie je nou de afgelopen dagen waarvan je denkt, nou daar moeten we misschien iets mee. Hè? Misschien je niet zelf als voor je eigen bedrijf, maar wel iets in Flevoland. En vervolgens gaan we kijken, maar wat zou je daar nou mee kunnen doen? Welke kansen zie je daar op een of andere manier ontstaan. Maar daarover straks weer. Eerst even naar de zeventh en dan mogen jullie ook alvast tegenaan gaan bemoeien. Want ik heb een mooi pak papier voor jullie gekregen. Ik heb er een soort van onderverdeling in gemaakt, maar als je iets langs ziet komen waarvan je denkt van hé, hey, daar wil ik ook even iets over zeggen. Dan moet je dat wel eventjes doen. Ik heb deze middag expres, zo hard mogelijk ben ik over die beurs gaan lopen, om echt overal geweest te zijn. Morgen ga ik natuurlijk wat verdieping links en rechts zoeken. Maar nu heb ik vooral gezorgd dat ik zoveel mogelijk oppak om te zien ja, wat leeft er, wat is de sfeer, zeg maar. En dit is een van de platen die ik halverwege de middag van haar nam. Dat ik dacht van ja, dit hoort vol te zijn, zo graag. En ik weet van de mensen die al vaak
Dit is de eerste dag hè, dat de CBN open is, dus in verhouding eigenlijk niet super druk. Plus dat ik ook een paar grote merken mis, van de bedrijven die normaal nog wel waren en nu elders in het jaar een eigen feestje vieren met de productlancering en dergelijke, op een andere beurs in Barcelona of in Berlijn. Dus dat is wel een teken aan de hand voor de CBN op zich. Los van wat er geboden wordt inhoudelijk. Daar kijken we nu verder natuurlijk vooral naar. Nou, een heleboel automotive natuurlijk. Aardig gegroepeerd. Enorm veel navigatiesystemen inmiddels. Hè. Als je dat vergelijkt met een paar jaar geleden, dat is echt de markt die opengebroken wordt. Nu ook door de Nokia's van deze wereld, zeg maar. Die hebben ook allemaal zoiets van, we moeten met die navigatiesystemen aan de gang. Er was ook iemand die voor landbouw GPS-systemen zocht. Wie was dat ook weer? Ja. Ja. Heb je nog iets gevonden in die richting? Of geen idee? Wel een toepassing, maar niet specifiek voor de landbouw. Nee. Ik heb wel in de verte een paar landbouwtrekkers zien staan. Ja. Die gaan we morgen bekijken. Waarschijnlijk zie je daar wel iets in. Nee. Die staan wel op het terrein of staan die net buiten? Op het terrein. Oké. Dat lijkt me wel iets. Dat lijkt me wel morgen. Verder zie je enorm veel van die, ja. Dat was een soort van demo's of spelomgeving of trainingomgeving. Ik vond dit een beetje een trieste, eerlijk gezegd. Een houten auto met een beeldscherm erin. Want verder prima functioneert hoor. Die persoon is het wel lekker te spelen. Maar verderop, hij zei laat niet helemaal scherp, maar ik hoop dat je het ook kunt zien. Dit was heel mooi, ik vond die ruit echt alsof je in die omgeving reed, zeg maar. En dan zie je langzamerhand, waar die spelomgeving, maar ook juist trainingsomgevingen natuurlijk naartoe gaat. Wat je nu ook in die wetenschappelijke wereld al heel veel ziet, van die caves waar je echt in kan lopen, die virtuele werelden, waarmee je aan de andere kant van de wereld kan communiceren, zeg maar, in 3D. Dat komt langzamerhand echt naar ons toe, hè, naar ons huisleven, kun je ook zien. Inmiddels heb je van dat behang, wat je op de muur kan doen, wat gewoon echt één groot display is, bijvoorbeeld. Dus dat vond ik op zich wel belangrijke ontwikkeling. Parktechnologie, kijk even naar Peter de Man onder andere. Die de mooie verhaal inderdaad vanmorgen eigenlijk al had, van de hele verschuiving van al die losse kaartjes in je portemonnee naar de mobiele telefoon bijvoorbeeld. Of een ander draagbaar apparaat. Het nadeel van die kaart is natuurlijk dat het lastig is. Nou, naar elkaar, maar je kunt je ook voorstellen in de toekomst dat als al die functies in één apparaat zitten, dat het voor sommige mensen ook weer ingewikkeld wordt. Maar dat zit er natuurlijk wel dik aan te komen. Patiënten dossierkoppeling en dan op een voordeel word je daar kwetsbaarder door. Als je kwijt bent, dan ben je waarschijnlijk ook handgebruik. Dan ben je even onthand op zo'n dag. Maar aan de andere kant heeft het ook veel verbetering. Content management systemen. Volgens mij. Wat je natuurlijk op content management systemen ziet, is dat het eigenlijk, ja, wat mij betreft, een beetje een uitontwikkelde tak is. Nog niet helemaal natuurlijk. Maar je ziet hoe vreselijk veel aanbieders er zijn die dat soort basiswebsites kunnen genereren met een content management systeem. Nou, daar zit niet echt de grote innovatie meer in. Maar wat je natuurlijk wel ziet, is een eigen niveau hoger van wat wil je nou eigenlijk communiceren met de rest van de wereld? En hoe ga je dat dus inrichten? En een content management systeem is natuurlijk van oorsprong redelijk technisch ingestoken eigenlijk. Dat wat makkelijker gemaakt in gebruik voor al die mensen die er berichten in moeten kunnen hangen en dergelijke en structuur kunnen bouwen. Maar echt communicatie is het over het algemeen niet. Er wordt heel weinig doelstelling van tevoren bijvoorbeeld neergezet. Ik verwacht zelf dat dat nu langzamerhand moet komen. Dat je echt vanaf communicatie, modellering zeg maar, op een gegeven moment automatisch sites gaat genereren. Maar niet alleen sites, maar ook juist naar mobiele communicatie toe bijvoorbeeld. En misschien ook naar print toe. Zoals bijvoorbeeld Google nu. Die hebben advertenties allemaal op internet en die zijn nu ook met advertising op de radio bezig. Dat is eigenlijk de overgebleven radioruimte, de advertentieruimte, dat ze die gaan doorverkopen via internet. Nou, als dat soort mechanismen goed werken, dan kun je dat allemaal aan dat soort communicatie-management systemen, wat ik ook nog weet, gaan koppelen. En die slag zit er sowieso aan te komen. Hoe het precies gaat heten en in welke vorm we dat gaan zien, weet ik ook niet. Maar het kan niet zo door blijven, nou, zou ik maar zeggen, want dan krijgen we gewoon een heel meer van dezelfde rommel. Collaboration, Hoop heb ik maar eventjes genoemd. Hè. Want er wordt natuurlijk veel meer op afstand met elkaar samengewerkt tussen de verschillende bedrijven. En er zijn ontzettend veel tools voor ontwikkeld. Alle mindmap tooltjes zag je ook weer op de beurs bijvoorbeeld. Maar ook juist de complete procesgang dwars door keten heen. Zelfs keten overstijgend. Daar zijn er veel van dit jaar. Componenten. Ik weet niet of Jarek daar nog iets zinnigs over te melden heeft. Ik heb niet alleen maar naar
Ja, het was wel heel veel inderdaad. De voorraadsortering ook wel. Plus dat ik heel veel ja, soort half fabrikaat en ja, componenten of modules zag, zeg maar. En dat is op zich wel te begrijpen ook. Maar sommigen hadden enorm veel belangstelling, anderen die hebben het ongeveer genegeerd. Maar dat is allemaal een type componenten gelegen. Maar dat vind ik wel, dat zie je steeds meer op zo'n beurs ook, dat het ja, uit elkaar getrokken wordt als het ware. Dat je helemaal op hoog dienstenniveau zit en dan ook op componenten en op consumer electronics en alles bij elkaar. En dat daar eigenlijk natuurlijk in de toekomst wel een soort beslissingen in genomen zou moeten kunnen worden. Maar ook wat fijn om te zien. Nou, dit is een beetje de categorie displays. Dit was een soort ja, een cilinder, maar op een beeld geprojecteerd werd van binnenuit. Wat dus ronddraaien en aan alle kanten goed leesbaar was. Dat zie je dat die ziet ook erg veel hier, allerlei mogelijke vormen van displays. Dit is dan een etalage ruit, zou ik maar zeggen. Gewoon echt letterlijk een stuk glas waar dit dan naar voren komt en ze probeert dan interactie op te bouwen met de mensen die dan voor die etalage staan of waar je dan uiteindelijk in verwerkt. Nou, dat kwam op zich wel aardig overgevallen zonder wat mensen echt gewoon bezoekers uit te testen en die reageerden er vrij goed op. Dus dat viel me mee. Nou, dan heb je altijd nog weer de race van wie maakt het kleinste displaytje en wie maakt het grootste displaytje. Nou, dit is blijkbaar de grootste. Volgens mij staat hij in hal 1, maar corrigeer me als het niet goed is. Dus we zijn weer gaan kijken en ik vind dat leuk. Er staat ook nog ergens de grootste World's Largest TV. Oké, ja. Dat is ook in hal 1. Ook hal 1? Ja. Oké, dus als het groot is, is het nou, hal 1 is ook flink. Oké, dus dat staat op elkaar. E-learning. Heb ik vooral veel naar gezocht en eigenlijk niet zo heel veel gevonden. Ik weet niet wie er verder met e-learning bezig is geweest om daar actief naar te kijken. Iemand? Daar was er dus echt weinig van. Ik deed pas een brainstorm sessie bij de Nederlands Onderwijs tentoonstelling in de jaarbeurs. En daar was veel meer. Dat is natuurlijk een specifieke beurs voor het onderwijs. Maar zelfs daar, want hier komen ze niet veel verder dan wat software voor de smartboards en dergelijke. En wat interactie op afstand. Ja, maar dat is het vreemde. Ja. 25 jaar geleden het internet bedacht was. Ze zeiden, dan kan iedereen via internet gaan leren. Dus ja. Je ziet wat daar van trek voor is. Dus eigenlijk na vanaf nee. Nee, je ziet ook heel veel bedrijven die denken dat ze bestaande cursussen of workshops kan ook omzetten. Dat is absoluut niet waar. Nee? Nee. Als je ziet op middelbare scholen hoe zeer het internet ingezet wordt om juist de kinderen te helpen en te ondersteunen. Als je ziet hoe dat internet gebruikt wordt om roosters naar te kijken, enzovoort, enzovoort. Ja. Ik denk juist dat er nee, maar niet in de trant van dat er complete lesprogramma's zijn die gewoon thuis, net als je vroeger bij de LOB een boek opsloeg thuis, sla je nu je internet op. Dat valt gruwelijk tegen. Als je denkt over lesprogramma's, het niet over het gemak van informatie vinden, dat vind ik wat anders. Nou, Kijk alleen maar naar Wikipedia. Ja. Als wat je dus gelijk nu al ziet, want het loopt inderdaad wel heel sterk uiteen. Want als je inderdaad de Vrije Universiteit ziet, hoe ver die zijn, Wikipedia, waar complete boeken samengesteld worden, ik weet niet wat allemaal. De hele bibliotheek van Amerika komt op het internet. Ja. Ik noem maar wat. Maar dat is, wat je wel heel veel ziet, is dat heel veel bedrijven die geprobeerd hebben om een in real life cursus en workshops om te zetten naar e-learning, die zijn over het algemeen niet echt geslaagd. Ja, er zijn zo hele andere business die een opleidingsprogramma op internet hebben. Het enige is dat vrij veel mensen, bijna alle mensen op internet, denken dat ze alles gratis op internet kunnen vinden. En dat is natuurlijk een heel groot verschil. En het zijn bedrijven die een complete opleidingsprogramma via internet ook doen. En die je dan per bedoel kunt volgen. Maar dat houdt niet in dat je het dan ook wel gratis kunt vinden. Dus een heleboel mensen zoeken te vergeefs op internet naar die e-learning module. Ja, dus jij zegt ze denken dat het er helemaal niet is. Ze denken dat het niet is, maar er is erg veel op dat gebied. Maar, voor niks gaat het zonder. Ja, plus dat het betaald moet worden, oké, maar dat het waarschijnlijk ook wat beter ontsloten moet worden. En dat het überhaupt is. Nou, je komt nog vrij veel echt bedrijfsgerichte informatie tegen. Dus van bedrijven die hun eigen trainingsprogramma hebben. Ja, ik vind ook een verschil tussen inderdaad een boek zeg maar scannen en toegankelijk maken op het internet
vind ik geen e-learning cursus. Nee, dat is een andere manier van lezen, maar het blijft het statische boek waarin je zelf geen informatie moet halen. Nee, je moet ook dat kunnen uitvoeren. Maar dat kan, er zijn al bezig trajecten, waar dat echt kan. En waar je, zoals we vroeger groeien, zoals geprogrammeerde instructie, en dan ook via internet te volgen is. Dus die zijn er wel, alleen, die zul je bij hetzelfde instituut moeten inschrijven die je vroeger deed. En dan valt het wel tegen, want je dacht dat het allemaal op internet te vinden was. Ja, ja, dat is hoor. Maar hier heb ik in ieder geval niet heel veel over kunnen vinden, eerlijk gezegd. Maar goed, dat misschien dat ik morgen al wel met het element van simulatie in mij. Ja, vond je wel. Ja. En dat was vorig jaar, was dat daar van één. Dat stond ook toen nog bij zijn rol 9. En nu staan ze echt verspreid over de diverse rollen. Ja, dat is waar. Want ik kwam op onverwachte plekken wat dingetjes tegen. Maar ja. Ik heb ook zoiets van, wat pak je daar laten? Ja, dus dit is wel overschrijdend, maar dan ook. Bij doeling is eigenlijk. Ja. Of geïntegreerd in andere zin. Ja, dat je echt gewoon onder mij werkt. Dat wil ik ja, absoluut. En dat is op zich ook niet gek natuurlijk. Want dat is ook op zich een goede manier van leren. Op het moment dat je het nodig hebt en dat je het gelijk in de praktijk kunt brengen. Ik ben zelf de verhouding vrij lang in de Future Park omgeving bezig geweest. Nou, daar zie je dus inderdaad dat het al een beetje zei, die wetenschappers. Of zelfs bijvoorbeeld allerlei leuke oplossingen van andere universiteiten. Valt je ook op, denk ik, als je in die hal daar loopt, dat er vooral heel veel Duitse regio's zijn die zich proberen te profileren daar. Dat je denkt van, ja, maar is nou alleen maar Duits feestje of zo? Wat is precies aan de hand? Nou, dit lijkt een beetje qua functionaliteit, ik weet niet of je het gezien hebt, maar met dat weekend, dat spel zeg maar, kun je dus, dat is een apparaat in je hand, kun je gaan tennissen of wat voor sport dan ook. Hier werkt het net iets anders en dan kun je je voorstellen dat dit bij spreken een platte grond is en die gewoon op straat staat. En dan wordt naar boven de beweging van je hand bijvoorbeeld gevolgd en kun je op die manier dat bord gaan bedienen. Omdat het driedimensionaal is, kan je iets nauwkeuriger dingen doen of iets oppakken op het scherm of wat dan ook. Ik had het idee dat het niet te bedoelen was dat je met twee ledematen zo ging bewegen, dat je dan in de war raakt, maar misschien heb ik het verkeerd begrepen. Maar dat is net met touchscreens, hè. Je hebt nu die multi-sensing techniek. En dan zie je dat de functie ook echt kan gaan veranderen. Dit is een soort van, ik weet niet of je het kan zien, maar dit zijn twee echte benen, zou ik maar zeggen. Van een etalage pop natuurlijk. En daar zie je daarachter een virtuele spiegel. Die ze dan zo snel mogelijk proberen door te rekenen dat het een echte spiegel zou lijken. Hier moet je even goed kijken. Dit is allemaal bij hetzelfde instituut trouwens. Hè. Ik zei hier die foto te maken die je nu inmiddels op het scherm ziet. En dan hebben ze een helikoptertje erin geprojecteerd. En er stond iemand naast met een afstandsbediening het helikoptertje tussen de mensen door te laten vliegen, zou ik maar zeggen. Gewoon om te laten zien wat er mogelijk is. Vervolgens moet je ook gaan bedenken, maar hoe ga je dit dan voor je business inzetten. Maar dat is altijd goed om even te zien. Deze heb ik voor jullie bijgezet in de categorie gadgets. Daar kan je gratis koffie krijgen. Ik heb er geen tijd voor, maar dan weet je het morgen in ieder geval. Even buiten. Een totaal andere wereld dan de rest van de CW. Het is ook heel donker gemaakt. Dus,
waarschijnlijk wat te zien hebt. Dus dat is wel, wel apart om te zien ook. En ik vind het zelf altijd het meest interessant om gewoon die mensen te observeren terwijl ze aan het gamen zijn. Hoe ze dat doen. Ja, dit is nog in de Future Hall, een beetje een soort van eregalerij voor oude computers. De Telex die toevallig in Nederland ook gaat stoppen als dienst van KPN. Ja, het is al gestopt, maar er is een soort elektronische vervanging of zo met het buitenland. België heeft Telex over eten en eten. Ja, dat is het niet. KPN heeft gewoon stopgezet eigenlijk. Zoek maar wat anders. Dat past echt wel niet. Dit is de B8-2? B8-2. Wij hebben hem allemaal niet meegemaakt. Ja, ik wel. Oh. Nee, serieus? Nee, de sterkte. Nou, deze die is uit 84 of zo. En ik heb hem eventjes op de foto gezet, dat je nu weer ziet hè, dat de grote LCD-schermen, het nieuwste van het nieuws zit er weer, dat ze in bamboe van uitgevoerd moeten zijn. Ja, dat is een Outlook, ja, inderdaad. Ja, deze sowieso natuurlijk, want die zet het weer. Maar om een beetje te laten zien inderdaad dat de elektronica moet weer meer weggewerkt worden in de toekomst. En ooit is het ook nog eens zo vol is geworden. Nou, vorig jaar, als je er was, dan was er ook zo'n aparte hal, volgens mij was het toen 27 of zoiets. Helemaal over digitale wonen en zo en leven. Nou, dat is nu een stuk minder. Ik heb wat dingen bij elkaar geraapt eigenlijk vanaf door. Blijkbaar wel al. Eerlijk gezegd. En dan zie je wat van, ja, van die huiskamers met vooral hele grote schermen en soms. Heel grote schermen met een klein geprojecteerd beeldje toch nog weer in. Ik snap het leuk niet helemaal, maar dat is toch wel vormgeving blijkbaar met heel veel luidsprekers in je kamer. Dat moet wel draadloos natuurlijk zijn, behalve de energievoorziening. Dan moet een radio in staan, een internetradio, dat is een beetje wat die bejaarden net hadden. Dat heet Solutions Radio was dat, die je net zag. En dit is dan de Common One. Het is een beetje hetzelfde idee. Ja, het feit dat het dus draadloos met een wifi uitgeruste radio's in je huis komen. Kan je wel iets meer voorstellen. Dat echt voor radio luisteren gebruikt is het tweede. Dan zou je meer je eigen audio en video mee gaan streamen. Nou, voor de MKB was er ook een aparte afdeling hè, in hal 5. Nou, er zitten altijd ontzettend veel best practices en mooie cases en dat soort dingen zijn daaruit te krijgen. Hele boeken en cd's hebben ze daarmee. Daar kan je wel wat van oppikken, maar over het algemeen die zijn niet het meeste boeiende. Wat ik er wel even uitgehaald heb, maar dat komt eruit andere hallo. Is dat die hele grote, die teleleveranciers, die proberen langzamerhand allemaal bij het MKB terecht te komen. En die vinden alles onder de 1000 man al MKB. Dan zie je hier bij de IBM bijvoorbeeld, en SAP bijvoorbeeld ook. Die hebben ook zoiets van, ja, hoe kan je daarmee omgaan? En dat wordt er vaak, tenminste wat ik zo gemerkt heb bij die sinds, wordt er niet echt veel onderscheid gemaakt tussen echt het kleine bedrijf. Waar het over het algemeen natuurlijk echt puur onzin is. Om je daar zogenaamd mee bezig te houden. Of echt de middelgrote, een beetje fatsoenlijke bedrijven. Dus maar goed, dat is de verschuiving natuurlijk. En via al die partnerprogramma's proberen ze daar goed aan de grond te krijgen. En dan zie je natuurlijk ook hoe lastig dat eigenlijk is. Dat geldt voor deel trouwens ook voor iedereen. Microsoft dat wel aanwezig was, maar ik vond het nou niet echt dat ik denk van nou word ik warm of koud gewoon. Misschien ligt dat aan mijn vooringenomen nou, het netwerkverhaal. En open source, daarvan had ik even opgeschreven vanmiddag dat het ja, wat mij betreft echt grip op de markt begint te krijgen langzamerhand. Als ik zie wat er allemaal beschikbaar is, hoe er samengewerkt wordt en op welke manier er ook ja, redelijk volwassen inmiddels gecommuniceerd wordt. Dus ja, nu langzamerhand kan het een beetje op zijn plek gaan hangen. En wat iemand ook al zei, ik weet niet wie het zijn, maar dat het natuurlijk niet altijd dan aan Linux opgehangen hoeft te worden, open source. Dus dat is ook los te maken van Linux. Ja. Iedereen, het is ook geassocieerd, geassocieerde even een tijd geleden open source met Linux. En nou ja, ze komen nu toch gelijk achter dat Linux maar één open source oplossing is. Ja, eigenlijk. Open source, met een hele grote groep. Ja, absoluut. Maar ik denk, wie heeft dan een petje gescoord met Red Hat? Twee. Let even uit de landen wat je daarvoor moest doen. Nou, ja, die man zei van, kan ik wat voor je doen? Ik zei, nou, zo'n pet geven. Nou, ik wil het toch? Nee, je kon hem zo krijgen. Oké. Ik heb die dame nog heel hard. Ik ken hem wel. Nou, heel gelukkig. Ja. En zo makkelijk, hè? Zo snel ben je tevreden. In hal 8 worden de race-auto's. Ja, dat is het. Oh. Voor de liefhebbers. Beveiliging is natuurlijk
schijnt dus dat per artikel is dat gewoon niet te betalen. Of alleen voor die. Ja, ja, dat was een magazijn, hè? Dat zag je van de winkel. Ja. Ja, ja, het, hier werkt voor een steek. Het werkt ook niet, oké. Nee, want het blijkt te proeven, als je dus een, wat de bedoeling was, van als je over een erf die schrik op had, liep je met je karretje door de supermarkt, knalde die producten in je karretje, liep door een poortje, je moest afrekenen. Het blijkt te proeven dat de middelste artikelen in zo'n karretje dus helemaal niet, het signaal helemaal niet door. Ja. En dan is het een geweldige techniek, maar dan kun je er helemaal niks mee. Niet althans wat nee, niet bedoeld. Dat. Ja. Niet, niet voor burgers. Ja. Met andere karretjes bij komen. Ja. En wat voor dit zou toepassen, dan maak ik dat dubbeltje wat die tech moet kosten. Ja, is dat wel zo? Ja, dus dat, ik kan me voorstellen dat dit wat sneller gaat leven dan voor levensmiddelen. Ja, en voor beveiliging van wat maar, daarvoor maar het lijkt me wel een sterke autotuintje te zien. Ja, dan moet je ervan. Dat was, heeft hij hiervan niet aan je verdiend. Die is allemaal een vuur in jou besteed. Ja, maar dat is jouw opstelling. Gebeurt, dan zit je de kop op gelijk. Cola. Er is een onderzoek geweest hoeveel
Bedankt voor deze cijfers. Maar ik wil niet de marxier aan of zo. Dit is nog in de richting van de beveiliging. De mobiele communicatie, alles moet natuurlijk minimaal wifi bij. En draagbaar met de BlackBerry-achtige apparaat en alles nog wel aan Flyboekje, wat ik zelf ook gebruik. Dan zie je dat er allerlei technieken van HSDPA, UMTS, Edge, wat ik allemaal gebruik. Wireless moet doen in Zoka. Dus op zich, uiteindelijk, vooral op het moment dat er dus echt dus overgestapt kan worden van het ene naar het andere netwerk, dan wordt het echt praktisch. Daar zijn we nog niet helemaal natuurlijk. Ik weet van UMTS bijvoorbeeld ook dat de standaard nog niet helemaal goed gedefinieerd is. Bepaalde kwesties hoe je kan overstappen. Dat betekent in de praktijk, als je aan het rijden bent, dus iedere keer weer inwollen. Dat gaat natuurlijk niet meer. Dus dan wordt het vooral toegepast en gewoon als een soort nomade dat je weet je, op het terras ergens zit en dat je op die manier kan gebruiken. Dat is niet zo heel erg. En uiteindelijk, ja. Deze Samsung, die heeft diep geïnvesteerd in mobiele televisie. En op de, ik denk in de 2 maanden zijn er apparaten waar je overal al dat je kanalen kunt ontvangen. En ik ben ook op de set van Thomson geweest. Thomson heeft het ook. Ja, precies. Nou, het kan op zich hard gaan, maar ik vraag me af in ieder in Nederland behoort of hoe lang kan maar dat daar zal maar een idee te geven hebben. Ja. Toen werd het verdacht druk daar, bij de fontein en het terras en zo, aan het eind van de middag. Toen dacht ik, nou, het weer is iets te mooi bijna. Ik kon niet jullie herkennen van de afstand, maar we zitten daar vast zeker een paar. Ja. Nou, ik heb jullie eigen materiaal erbij gepakt, ik heb jullie even wat aangestrekt. En dat is even de basis voor zo direct. Want wat we zo direct gaan doen, is echt kijken van nou, welke trends en dan met name zullen we waarschijnlijk uitkomen, maar dat wil het vooral zelf doen. Het wordt ICT-achtige zaken. Dus even kijken wat hier genoemd is. Even kijken hoor. Jerry en Matthijs. Van triple play naar quadruple play. Naar, ja, wat komt daarna? Nou, als iemand daar een antwoord op mocht hebben, ik heb het nog niet, maar... Dan word je rijk. Wat, ja, dan word je rijk. Wat je nu ziet is dat de combinaties aangeboden worden met, met televisie en dat soort dingen. Allemaal interne distributie-achtige zaken. Maar dat is nog niet echt heel duidelijk welke kant op gaat. Maar dat er integratie is van gewoon een hele convergentie van radio, televisiecomputers en dat soort dingen. Dat ja, alles inderdaad langzamerhand, want mensen gaan klagen dat het altijd ingewikkeld wordt. Even kijken. Dan zie ik hier wat ik hier uit heb gepikt gehad. Even kijken, dit is volgens mij van Jerry Speel, ik kan zeggen, ja. Heb ik het verkeerde hier? Ja, nee, dat klopt. Ja, wacht even, ik heb hier allemaal. Oh ja, wacht even, ja, nee, dat klopt. Vries is in de bocht. Ja, nee, de Vries, dat is het, sorry. Robottechniek en automatisering en dan gekoppeld aan artificial intelligence werd vanmorgen aangegeven. Dus voordat het op de vloer was, daar heb ik niet in verhouding niet zo heel veel over gezien. Hè. Nee, ja, daarom, maar dat was vroeger wel meer eigenlijk. Nou, dan de navigatie en zaken die we ook bij anderen en net eigenlijk al naar boven zou komen. Hele application development en software development dat in verhoogde mate de onno gevolgd gaat worden. Nou, daar was al voldoende over te winnen, denk ik. Niet echt baanbrekend volgens mij, maar goed. Ontwikkelmethode op webapplicatiegebied, Roland en Reuter. Van Reuter, sorry. Heb je daar het een en ander van gevonden? Ja, maar dat heb ik niet echt gedaan. Nee. Ik weet niet of iemand anders toevallig nog iets heeft gezien in die richting. Hè. Dus echt van. Mocht je daar morgen nog iets over tegenkomen, moet je hebben het lastig gevallen. Ik ga trouwens meestal even lunchen op vrijdag. Dus voor eigen rekening trouwens. Ik wil daar een lunchje halen. Gewoon om even een soort eikpunt te hebben rond een uur of 12 of zo. Dat hoef je helemaal niet te doen hoor. Maar als je denkt, ik ga gewoon lekker doorrennen over de beurs, dan doe je dat. Sommige mensen vinden het prettig om nog even dingen af te stemmen en dan de laatste uren daarna nog goed te gebruiken. En op basis van de dingen die ze daar hoort. Dus dat is een beetje 12 uur. Even kijken.
plintsystemen. Voor voertuigcommunicatie, zegt dat goed? Ja. Ja, dat dacht ik ook wel, hè. Dat is op zich niet zo'n probleem. Welke hal? En, ja. Welke hal stond dat? Ja, welke hal was het ongeveer, denk je? 11 ongeveer. 11? 10.000. Daar hadden we 11 en dan daar zo'n verstaan. Iemand heeft die ook opgeschreven als ontwikkeling of trend eigenlijk van belevingseconomie naar inspiratie-economie. Nou, dat is wel sterker natuurlijk. Bart en Mark hebben dat verhaal opgeschreven. Dat zie je hier ook langzamerhand terugkomen, dat op dat niveau meer gecommuniceerd wordt. Draadloos internet per regio, waar Rens en Dominique zien ze gebeuren. Nou, daar zit het dik in inderdaad. YouTube, Hives, Google Imperium, een beetje Web 2.0 heb ik even bijgezet. Personal Electronics, die steeds meer mee gaat sjouwen. E-coaching. Ja, dat is Wim Kooi volgens mij die dat heeft opgeschreven. Maar dat sluit een beetje aan op de 3D e-learning-achtige zaken. Thuisbioscopen, daar was toen al hal 2 bijgezet. Maar dat was inderdaad voldoende voor te vinden. Even kijken, voor Hans en Mark verbracht. Die hadden zoiets van grid en dergelijke, dat dat wel belangrijk wordt. Draadloos breedband voor de mobiel. Office applicaties, nou vooral als webservices natuurlijk. Nou, dat hangt heel duidelijk in de lucht. Maar u kan dat ook vanwege alle netwerken. Ja, dit is allemaal weer van hetzelfde geval. Game controllers en user interfaces. Heb je daar het een en ander van kunnen vinden? Ja, maar ja, dat was wel redelijk bekend waarschijnlijk. Nou, hier nog weer alles draadloos. En er is ook iemand die heeft als hoofdtrend, of als een van de trends opgeschreven, aandacht voor de historie van het land. Dat vond ik wel mooi en dat wat breder gedacht werd. Ik kan me zo meteen nog even zoeken. Maar het verdwijnen van microfilm. Ja, dat kan vooral voor dit bedrijf zorgelijk zijn. Dus ik kan me ook vertellen. Even kijken hoor. Dezelfde klantgerichtheid. Nou, ik hoop het inderdaad, maar ik heb het nog niet altijd meegemaakt hier vandaag, heb ik gezegd. Even kijken, is er nog iets meer. Webwinkelen voor dagelijkse boodschappen. Even staan naar VoIP natuurlijk, gewoon een heel aantal keren open source, embedded systemen. Narrowcasting, dat zei ik eigenlijk vanmorgen al, dat het helemaal gehyped was destijds, maar dat het nu in andere systemen terugkomt, dat het nu wat volwassener mee omgegaan wordt. Peter de Man die komt even met de mobiele telefoon, met betaalfaciliteiten en toegangsfaciliteiten, dat die functies daar waarschijnlijk in gaan zitten. En dat zoiets als de mobiele telefoon, of wat het ook precies is, grotere flexibiliteit krijgt en dus ook ander soort beeldschermen moet krijgen om andere user interface. Krijgen, misschien een oprolbare beeldscherm en een ander soort invoer unit ook. Dat kan niet altijd een toetsenbordje zijn, maar misschien met spraak meer of wat dan ook. Ik kan je voorstellen dat de 3D combinatie met zo'n telefoon ook kan werken, dat je dat nauwkeurig kan gaan invoeren. Universal messaging, BlackBerry 2.0 is mooi bijgezet. Overigens in de bus kwam daar de oplossing. Oh, nou, dus Easy Services heeft dat. Ja, vertel het lijkt me even wel. Ja. Wat is dat maar geregeld? Easy. Vertel het even. Ja, de vraag was inderdaad voor naar kleine, tenminste niet al te kleine, maar portabele, inderdaad, PDA's eigenlijk. Alleen niet van het formaat zoals je nu ziet, zoals de MDA, maar dan gewoon wat groter. Ja. Een beetje tussen een laptop, tussen een flybook en een PDA in zit. Dat je niet inderdaad het spiegelen, maar toch wat groter kan. Het mobile heeft er inderdaad een oplossing voor. Een maatje ertussenin, zeg maar, die inderdaad via UMTS en HSDPA en dat soort dingen communiceren. Om je toch je agenda, je mail, je internet, dat soort dingen te kunnen houden. Ja. Oké. Okay. We gaan straks even in twee splitsen, gewoon links-rechts. Maar gewoon terug.
maken we even een slag van welke regels zie je nou die waarschijnlijk belangrijk zijn voor Flevoland? Richard, het is 11 uur nu en ik was nog om 5 uur mijn bed uitgegaan. En ik kan het beter. Ja, nou, dan kan ik wel iets meer voorstellen. Naar de bar toe, maar ik kan. Je mag kiezen. We zitten morgen 1,5 uur in een bus. En misschien kunnen we dit morgen in die bus doen, 1,5 uur. Ja, ik vind het best, jongens. Jullie zitten in de bus doen morgen? Papier? Ik vind het goed. Dan doen we het gewoon op A4 morgen en dan zamel ik het in. En dan doen we het via de microfoon en kijken wat jullie te doen. Ik zit nu bijna te pitten. Nee, dat is goed. Jullie zijn het al inderdaad. Dat je maar moet afwachten of je kan tegen. Wat ik blijf wil zeggen als vergeten morgen. Dat is uit de perskamer ook nog hele betaalde en nog andere dingen meegenomen. En die kun je dan morgen ook in de bus.